Met de moertijgers in de natuur gaat het helaas niet zo goed. De harde waarheid is helaas dat er in dierenparken nog meer amoertijgers voorkomen dan dat er momenteel nog in het wild leven. Nou, daarom is het heel belangrijk dat we naast de educatie die we hier bieden in het park ook echt zorgen samen met andere dierenparken voor een stabiele reservepopulatie binnen de Europese dierentuinen. Nou, en dat zie je hier in Aquazoo dan heel actief gebeuren. Er zijn namelijk op 15 juni maar liefst 4 tijgerwelpjes geboren, dus daar zijn we hartstikke trots op. Op die manier leveren we ook echt een actieve bijdrage aan het Europese managementprogramma. En de verwachting is dan ook dat zij op hun beurt, wanneer ze een jaar of 2, 3 oud zijn, zullen verhuizen naar een ander dierenpark om op die manier het stokje door te geven.